een derde van de ondernemers is vrouw. En waarom is dat niet 50%? Wat zegt dat over wie wij als vrouw zijn? Blijven we lekker in onze veilige haven? We hebben een partner die voor ons zorgt. Alles is geregeld, dus we hoeven niet zo zeer groot te worden. Maar wat nou als je de ballen hebt om wel voor jezelf te starten als ondernemer? Wat wordt er dan wel voor je mogelijk? Wat ga je dan wel uit jezelf halen? Een aantal mindsets die daarvoor belangrijk zijn is: sta jezelf toe om het maximale uit jezelf te halen. Start before you are ready en durf in jezelf te investeren. En ga staan voor wie jij als vrouw bent. Haal het maximale uit jezelf, want je hebt veel meer te geven dan dat er tot nu toe is uitgekomen.